Hallo, goedemiddag iedereen. Hey, goedemiddag. Welkom terug op onze Inspirational Friday video. Hey, dag Shari. Vandaag iets heel tofs. Ik heb mijn oortjes op. Ik heb mijn nagels in thema gedaan. Ik weet niet of jullie dat scherp zien. Nee, ik ga geen nageltutorial doen. Sorry voor degenen die daarop zaten te wachten. Maar ik ga wel mijn innerlijke beest naar buiten laten komen. En we gaan voor een wild luipaardgevoel vandaag. Ik heb ook mijn bijpassende jurk aan. Dus ik ga mij vandaag omtoveren in een geen panter, Sarah, maar wel een luipaard. Dus ik ga er onmiddellijk aan beginnen. Wat heb ik al gedaan ter voorbereiding? Dag Veerle. Wat heb ik al gedaan ter voorbereiding? Ik heb al foundation op, concealer, heel de reutemeteut. Ik heb flink wat gebronst. Om mij zo wat een scherpere contour te geven. Ik heb ook wat highlighter op. Ik heb geen blush aan voor de verandering. Mijn wenkbrauwen zijn wel al gedaan. Maar we gaan dus vooral de focus leggen op een specialere ooglook. Natuurlijk gaat er ook wel iets gebeuren rond. Ja, Carrie, nee, een onesie, dat heb ik niet. Een onesie in luipaardmotief. Dus als er iemand mij een cadeau moet doen. Een luipaard onesie heb ik nog niet, dus altijd welkom. Goed, maar ik ga ook wel nog iets speciaals doen rond de neus en lippen. En ja, we gaan mij omtoveren aan, in een luipaard, hè. Dag Sandra, leuk dat je er ook bij bent. Charlotte, ook trouwe fan. Goed, ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk te doen en om niet te traag te gaan, want het is een beetje een moeilijke ooglook. Carrie heeft vorige week ook in haar Cleopatra look een cut crease look gedaan. Dus jullie hebben toen al kunnen zien dat dat niet zo het gemakkelijkste werk is. Ik ga vandaag ook een cut crease maken, maar ik ga een beetje anders te werk gaan dan Carrie. Dus wie zin heeft om voor de feestdagen een cut crease look te maken, die kan gerust inspiratie opdoen in onze twee video's. Ze zijn een klein beetje verschillend. Waar dat Carrie vorige week gestart was met haar cut crease met een potlood, ga ik vooral met oogschaduw werken. En ik wou er al aan beginnen, maar ik vergeet een stap. Eerste voorbereiding. Goed, sorry, ik ben in de war. Oké, ik ga eerst mijn arcadeboog wat kleur geven. En ik wil die zo wat warm aanzetten. Dus ik ga de Loose Mineral Blush Pêche gebruiken in mijn arcadeboog. Ik ga daar vandaag ook goed hoog mee gaan. Omdat het wel een opvallende ooglook mag zijn. En ik wil echt zo wat die warmte tevoorschijn brengen. Ik heb al daarnet eye primer aangebracht en de beige losse oogschaduw als basis. En ik ga nu met mijn blender de kleur peach van de blushes aanbrengen in de arcadeboog. Dat geeft zo instant warmte. Ik ga hoe hoog deze keer? Ook tof als je dat combineert dan met bruine tinten, hè. Ai, weer al greet. Wat bedoelt je weer al? Dat ik in de war ben. Of dat weer een cut crease is. Maar het is een andere cut crease. Of weer oranje. Gisteren heb ik de Orange is the New Black Masterclass gedaan. Greet, je gaat mij even moeten helpen verduidelijken. Ja, ik ga all out met mijn oranje. Wilt je dat in het dagelijks leven gebruiken, die peach blush in als oogschaduw, kun je dat ietsje zachter houden, hè? Ik ga aan de randjes nog een keer erlangs gaan met mijn penseel waar ik mijn beige mee zet om die randjes wat zachter te maken. Dank u, Charlotte. Het is een nootje.
Oud jurkje. Greet, je moet je vraag verduidelijken, hè? Of je opmerking. Want ik ben niet mee. Ah, de cut crease. Ja, maar het is een andere soort. Het is met een andere techniek. Een beetje anders. Maar zo, herhaling is een goede oefenschool, hè? Of een oefening. Goed, de oranje zit erin. Ik ga die nu wel iets verzachten en iets neutraler maken door de karamel ook in mijn arcadeboog te zetten, maar ik ga die niet zo hoog zetten als de beigekleur. Ja, weet je, Carrie en ik hebben soms ja, looks in gedachten en we proberen dat al uit. En dan natuurlijk, wij overleggen wel uiteraard, maar dan ja, zit er zoiets in. Een elementje dat nog wat terugkomt bij elkaar. En dan is dat zo jammer als we die look hebben ingeoefend, dat we die niet zouden kunnen doen. Dus vandaar. En het wordt toch sowieso een beetje anders. Karamel. Om het ietsjes neutraler te maken. Katja, zijt je ook van de luipaard look? Wel, wie weet, geef ik u make-up ideeën om bij uw luipaardkleedjes aan te doen, hè. Kijk, ik ga daar die karamel ook nog inzetten in die arcadeboog, maar ik ga er niet zo hoog mee als de pêche. En daardoor wordt die oranje kleur wel wat verzacht, hè. Ik weet niet of dat jullie het verschil zien. Maar dan heb ik zo'n overloop van bruin naar oranje. Hey Vicky, jij bent super enthousiast, precies. Blende, blende, blende. Och, Loes, nu moet je de deur gaan opendoen. Met uw retro. Retro. I love the lipstick retro. Ik vind alle kleuren mooi, maar die retro zeker ook. Nog een keer met mijn borstel van mijn oranje kleur. Ziezo. Voilà. Goed. Nu ga ik beginnen met mijn cut crease. En dus Carrie had daarvoor het potlood gebruikt. Ik ga die met oogschaduw maken. En ik ga de noir gebruiken. Het is ook wel een zwarte. Een luipaard is een duister beestje. Goed, ik ga de brow brush daarvoor gebruiken. En ik ga daarmee eigenlijk al proberen een lijn te zetten in mijn arcadeboog. Ietske hoger dan waar dan mijn vouw echt zit, omdat ik wil dat die eigenlijk ook zichtbaar is, die cut crease, als ik gewoon voor mij kijk. En op zich hoeft dat nu niet super netjes te zijn, maar het maakt het wel gemakkelijk als je een beetje netjes werkt. Dus ik ga echt zo een lijn zetten met mijn oogschaduw. Ik kijk boven mij in de spiegel. Ik hoop dat jullie dat ook nog goed zien. En hier ga ik een klein beetje naar boven ook. Voor zo wat dit effect te creëren. En aan de binnenkant van mijn oog. Oei, Carrie, uw honger is over door de foto die iemand net naar u gestuurd heeft. Is dat een foto van Vicky? Wat ik ook nu ga doen, is ik ga hier, omdat ik voor een animal look ga, ga ik zo wat dieper in mijn ooghoek gaan. Ik ga dat nu aan de andere kant ook doen. Ik hoop dat ik dat een beetje gelijk kan doen. Zo. Je ziet het beest misschien nog niet echt tevoorschijn komen, maar het komt nog, het komt. Ik ga nu die streep aan de bovenkant een beetje verzachten. En ik ga daarvoor mijn pointed brush gebruiken.
En ik ga wel langs dat lijntje gaan, omdat dat aan de bovenkant wel mag inblenden met mijn andere oogschaduws. Van boven moet het niet strak zijn, onderaan wel. Dus dat al zo wel een beetje tijd vraagt. En ik ga nu een blendpenseeltje erbij nemen uit de nieuwe set. De luxe eyebrush set die daarnet gewonnen is. Of weggegeven is. En ik ga een klein beetje van de karamel terugnemen. En ik ga over mijn zwart blenden. Ik zie er nu echt niet uit, hè, jongens. Het komt goed, hè, normaal gezien. Allee, mijn karamel wil er niet uit. Dus ik blend eerst nog eens met de karamel. En dan ga ik nog een klein beetje ook met de noir gaan blenden. Klein beetje, zeg ik. Iets meer dan dat de bedoeling was. Dus ik ga even mijn brush leegmaken. Beetje Bambi stopen, hè. Dat ik er iets van maak. Ik ga toch terug een beetje van de karamel nemen. Zo. Hier zit er wat te veel zwart, vind ik. Dus ik ga een keer met een wattenstaafje daar langs. En ik ga ook nog een keer met de pêche er langs. Ik zie er eerder een evil Bambi uit op dit moment. Het is de bedoeling dat het goed komt. Ik hoop het. Joe. Ik heb hier geblend en ik ga nu mijn cut crease maken door liquid foundation op mijn oog te zetten. En ik ga een beetje foundation op mijn hand doen. Ik ben ondertussen, is het niet mogelijk voor mij om alle comments te lezen. En eigenlijk wat handig is bij een cut crease, is we gaan ons ooglid nu terug wit maken door hier foundation op te doen. En als je daar redelijk wat opzet en je kijkt gewoon voor u, dan gaat dat zo al een beetje stempelen in een lijn. En eigenlijk gaan we die lijn volgen. Ik ga nu gans mijn ooglid doen. Dus ik gebruik de platte concealer brush hiervoor uit de box van Le Petit. Die is daar wel heel handig voor. En ik ga hier ook langs die lijn. Op de andere kant mijn borstel een keer proper maken. En ik ga dat hier ook doen, hè. Goed kijken voor mij, zodat ik hem wat kan laten stempelen. En dan heb ik een strakke lijn. Zien jullie dat? Ziezo.
Nu ga ik dat eigenlijk niet zetten met een beige oogschaduw, omdat ik eigenlijk direct wil daar goed kleur op zetten. En ik wil ook dat die lijn strak is. Dus ik ga een plat penseel nemen, smudge brush. En ik ga nu de kleur antique gold nemen voor op mijn bewegend ooglid te zetten. En ik dab dat over de plek waar ik die concealer heb gebruikt. Twee kanten. Uiteraard. Ik ga hier ook zo wat verder. Ik maak er zo een beetje een uitwaaierende look van, hè. Dus ik heb nu de Antique Gold gebruikt en om een klein beetje wat licht te brengen, ga ik een klein beetje van de Primavera gewoon in het midden zetten. Hier, voor een klein beetje op te helderen. Joke, als je graag de visagie terug wilt ingaan, dan moet je dat doen. Ik ga nu mijn zwart nog iets meer terug naar voren laten komen door nog een keer langs het lijntje te gaan. Dat dat echt een goede felle cut crease is. Zo. En dan ga ik ook natuurlijk onder mijn oog ook wat kleur zetten. Daar ga ik het zwart oogpotlood voor gebruiken. Het waterproof. En ik ga dat aan de buitenkant aanzetten. Zo. En ik ga er ook een klein beetje mee langs mijn zwarte oogschaduw. En dan zet ik er ook nog wat van de Antique Gold langs. Jullie denken waarschijnlijk van, my god, ze ziet er weer uit. Wat gaat dat geven? Toen ik het geoefend had, zag het er mooi uit. Dus het is de bedoeling dat er ook nog iets moois uitkomt. En ik ga nu nog in mijn ooghoek onderaan een wit potlood gebruiken. Om hier een bleek stukje te maken. Gewoon in dat hoekje. Dat heeft zo wel iets dierlijks. Carrie vindt het al kei mooi. Oh, kijk, ik zie de deurbel gaat hier. Dus ik vermoed dat er ook een pakje geleverd wordt. En ik hoor dat mijn man in een vergadering zit. Lap. Wat zou het zijn? Ik kan nu toch moeilijk naar beneden lopen, hè, om dat te gaan halen. Het gaat niet weer zo'n beer zijn. Hè. Goed, ik ga mijn eyeliner erbij nemen. En ik ga eerst een wing zetten. Een grote. Oh, de bel gaat weer. Mijn man maakt toch aanstalten. Mijn man heeft zijn meeting onderbroken en hij gaat het pakje aannemen.
Kijk, tof hè, hoe dat je dat zo ziet. Dan veel mooier dan deze kant, hè? Allee, vind ik toch. Dat geeft zo wat. We gaan dat hier ook doen. Wat dichter komen. En even niet mee met de comments. Voilà, zie. En hier ga ik ook. Dat had ik geoefend en dat was goed gelukt. Maar ik ben dan eigenlijk, toen dat ik geoefend heb, ook een keer met mijn eyeliner echt langs mijn cut-crease geweest om die heel strak te maken. Dus ik ga dat nu een keer proberen. Dan heb je echt nog meer die lijn. Oh, durf niet. Hier staan die kanten. Ja, ik heb daar wat gesmost. Ik zal dat dan wel fixen achteraf. Ik wist dat ik dat niet mocht doen op beeld. En dan ga ik dat hier ook doen. En dan heb ik zo wat een dierlijk oog. Ja, elke als dat de trend wordt, moeten we allemaal een half uur vroeger opstaan. Maar ik zou dat dus de max vinden, hè. Om elke dag, alleen misschien niet elke dag, maar voor een feestje. Alright. Snel, snel gedaan. Oh, ik vind dat meevalt. Mijn try-out was beter, maar ik ben er content mee. Het moet maar goed zijn. Ik ga wel dat zwart dat ik gemorst heb proberen op te keuzen. Ça va, hè? Het is alweer weg. Beetje oogschaduw erover. Ziezo. En natuurlijk, ja, volle wimpers. Sophie, heeft uw apotheek nog niks ontvangen? Het is onderweg, ze, als ze het besteld hebben. Wimperkruller. Voor goede volle wimpers. En dan zoek ik even mijn lash primer. Ziezo. En dan ga ik ook de volumineux gebruiken, hè, voor mijn wimpers. Ja, een valse wimper zou hier ook super tof bij zijn. Maar ik ga er nu geen tijd in steken, want ik moet straks nog genoeg op mijn gezicht doen. Karen, durfde je nog altijd niet voor veel kleur gaan? Als je graag kleur ziet, moet je dat gewoon een keer doen. Ik vind dat heel tof. En als je voor kleur wilt gaan zonder al te opvallend, dan kun je altijd ook kiezen voor één kleuraccentje. Hè? Bijvoorbeeld,
bruin tinten en dan aan de binnenkant van je oog een jardin gebruiken bijvoorbeeld. Dat is ook echt super tof om zo één pop of color te gaan gebruiken. Goed, dat zijn de ogen. Ik vind dat eigenlijk wel cool. En nu ga ik mijn lippen doen. En ik ga mij ook snorharen geven. Ik ga beginnen met mijn bovenlip. En die ga ik zwart maken. Met het waterproof eye pencil. Noir, uiteraard. En ik ga die helemaal inkleuren. Ziezo. Mijn onderlip ga ik niet zwart doen. Daar ga ik eerst een lipgloss bonbon op zetten. Sandra, snel voorbij gaat. Ik heb hier zo het gevoel dat jullie hier uren moeten zitten kijken hoe dat ik zo'n speciale make-up erop zet. Dus ik hoop dat ik jullie daar nog kan mee blijven entertainen, hè. Ik ga terug dezelfde kleur nemen als op mijn ooglid, de Antique Gold uit palet 2. En ik ga die opnemen met de lipbrush. Dus ik heb eerst lipgloss bonbon opgedaan. Zodat die goed zal blijven plakken. Het is nog niet gedaan, Vicky. Het is nog niet gedaan. Dank je, Katja. Als je mij er schattig vindt uitzien. Dus oogschaduw Antique Gold op mijn onderlip. En ik ga ook in het midden een klein beetje van de Primavera zetten ter oplichting. Voilà. Dan. Ah, ik heb precies een beetje een loopneus. Wat ga ik daarmee doen? Voorzichtig een keer. Ik heb zo allemaal doekjes die vol hangen met schmink. Oké, het zal wel gaan, het zal wel gaan. Wat ik nu ga doen, is mij een luipaard neus geven. Ook met het waterproof eye pencil noir. Och, noir. Ik zet hier nu een stip. Zo. Als je een keer je kinderen moet schminken en je hebt zo geen grimmen in huis, dan zie je wat er met gewone schmink eigenlijk ook allemaal mogelijk is. Hè? Dus je moet niet altijd zo een hele kit in huis halen. Voilà, goed. De neus. Ik ga even bijslijpen. En ik ga mij ook zo wat puntjes geven. Het zou toch tof zijn als we zo
kunnen buiten gaan door de feesten of zo. Ik ga nu hier nog een streepje zetten. Oh, dat moet weer zo recht zijn, hè. Ik ben al zenuwachtig. Voilà, en dan ga ik nog. Oh, zo'n dikke. Ja, ze zijn niet helemaal gelijk, maar het moet maar goed zijn. Ja, die snorhaar zien ze niet met de mondmaskers. Hè. Ik moet vandaag ook mijn kinderen gaan halen van school. Maar ik denk dat ik ze wel niet zo zal gaan halen. Zou ik dat een keer doen? Zou ik dat durven? Goed, we zijn er bijna. Even zien, hoe lang ben ik hier al bezig? Een half uur. We zijn er bijna. Maar nu wil ik natuurlijk... Allee, het is nog niet luipaard genoeg, hè. Dus ik ga weer mijn antique gold erbij nemen. En ik ga zo wat... Vlekjes. Willekeurig. Op mijn gezicht zetten. Nee, weet je, mijn Emily, dat zouden ze misschien geweldig vinden. Goh, misschien wel, ik weet het niet. Maar mijn zoontje, die heeft gisteren enorm zwaar gevallen met zijn step. Op school, tijdens de turnles mochten ze steppen. Gelukkig had hij een helm aan. Maar dus, oh, die jongen, gans, zijn mond ligt open, staat dik. Dus ik wil die jongen niet nog meer schaamte bezorgen. Dus onder andere omstandigheden zou ik het misschien doen. Zou ik het eigenlijk wel durven. Maar ik ga het hem nu niet aandoen. Zo, vlekjes. Je denkt, oh, is dat nu luipaard? Dus nu neem ik er terug mijn... zwart potlood bij en ik ga eigenlijk zo daar zo wat rond. Zo een keer een stippelje ertussen kan ook. Het komt er dan soms wat oogschaduw aan. Kunt je dat terug een keer eraf doen? Ik vind dat er nog eentje ontbreekt. Die had ik nu net niet mogen doen, hè. Die mislukt dan. Kan eigenlijk niet mislukken, hè. Voilà. Ik vind nu juist mijn wenkbrauwen gelijk nog een beetje te bleek bij de look. Dus ik heb dat de vorige keer bij mijn Lady Gaga tutorial gedaan. Ik ga dat nu ook doen. Ik ga een zwarte mascara nemen. En ik ga een beetje... in mijn wenkbrauwen zetten.
Voilà. Vinden jullie ervan? De look is done. Voilà, ik vond het eigenlijk wel cool om dit te doen. Dus ja, je kunt het een beetje downtonen voor als je bijvoorbeeld voor de feestdagen kunt je wel, allez, als je dat hier wegdenkt, allez, ik ga daarmee naar een feest. Jullie misschien niet. Op mijn voorhoofd tegen mijn haarlijn nog een vlekje. Allez, wacht hè. Wie was dat die dat zei? Hier of hier? Hier? Ja, ik ga het doen, hè. Voilà. Maak dat het af? Nee, zingen ga ik niet doen, jong. Ziezo. Zo goed? Oh, meer in het midden. Ja, dus hier hopelijk. Ja, zou er zo hier ook nog een kunnen doen. Dat was zo ietsje meer. Dus ja, ik vind eigenlijk voor de feesten, als je dat nadoet, zo, vind ik dat wel cool. Eventueel met andere kleuren, misschien ietsje kleiner. Misschien niet zo heel ver naar buiten. Ja, ik ga zo naar, als er een keer een feest is of zo, durf ik dat wel. Zeker naar zo'n dansvijf. En ja, als je een keer een Halloween look moet doen, dan kun je hem wel zo upgraden. En met oortjes erbij. Ah, Elke, daar bedoelde je. Voilà, zie. Dus kijk, bij deze. Dit is de look van vandaag voor de Inspirational Friday. Ik post er zeker ook nog foto's van. En ik zou zeggen, blijf ons volgen. Elke, waart je de live even kwijt? Oh. Blijf ons volgen, hè. Als ik me niet vergis, is er zondag terug een live. Om 11 uur op Instagram. En volgende week zijn we terug met het vertrouwde schema in de week. Elke was haar eten voor de vijfde keer aan het opwarmen. Voilà, dames. Vergeet niet dat je ook op onze website kan chatten met onze 100% kerstelfjes. Dus zeker doen, hè. Elke dag van 3 tot 7 kan je dat doen. Dus ook vandaag. Kan je dat gaan doen? Ja, ik moet jullie niet vertellen over onze nieuwe producten die uit zijn. Wil je daar meer over weten? Kijk naar onze filmpjes. Kijk naar onze socials. Heb je vragen over kleuren? Wil je advies? Chat dan met onze kerstelfjes. Voilà, zie. Komt er ook een Inspirational Monday joker? Goh, Carrie en ik zouden dat graag doen, ze. Wij vinden dit echt super plezant. Dus, who knows? Maar dus bij deze, en de deurbel gaat nu weer, durf ik nu open doen als ik nu de live beëindig. Ik ga toch wachten of dan mijn man terug kan buitenkomen. Dus voilà, ik ga er een einde aan breien. Bedankt voor het kijken. Ik post mijn foto's nog in de groep. Deze kant is ietske eenvoudiger. En deze kant is dan fully leopard, hè. Ziezo, wie ook de beast in zichzelf wil unleashen. Maak een look geïnspireerd op deze look. Post hem in de fangroep en dan ga ik zeker reageren. Ziezo, fijn weekend allemaal en tot de volgende. Doei!